Wat ziet dit er toch weer goddelijk uit? Een hele goede dag, lieve kijkers. Welkom op mijn kanaal veganlounge.nl. Nou, voor vanavond ga ik rijstnoedels maaltijd maken met heerlijke roerbakgroenten en tempeh. Nou, daarvoor ga ik gebruiken van Konimex rijstnoedels 2 mm, tempeh vol met proteïne voor 2 personen, 1 tros tomaat, 1 rode ui, 1 winterpeen, handjevol sperziebonen en een bosje platte selderij. Verder heerlijke kruidjes en olie natuurlijk voor de heerlijke smaak. Goed, ik ga de roerbakgroenten klaarmaken. Als eerste begin ik met mijn dunschiller de winterpeen te schillen. Nou, zoals je ziet, heel erg gemakkelijk. En daarna de rode ui schillen. Daarna de snijboontjes uiteinde eraf snijden en in tweeën snijden. Platte selderij goed wassen en in kleine stukjes snijden. En daarna was je je groenten heel grondig met water, vooral als het niet biologisch is. En na het wassen van mijn groenten ga ik de tros tomaat in kleine stukjes snijden voor de roerbakgroenten. Goed, ik heb de roerbakgroenten voorbereid en dan ga ik ze straks nog beter snijden en lekker in de pan doen. Goed, volgende ingrediënt is tempeh. Nou, ik ga de tempeh in dunne plakjes snijden. En voilà, je mag de plakjes zo lang laten, maar je mag ook de plakjes in het midden snijden, zeg maar, zodat je wat kleinere stukjes krijgt. Nou, dat ga ik doen, dat is voor mij veel handiger. En dan heb ik meer kleine stukjes tempeh. Goed, ik haal daarna mijn wokpan tevoorschijn. Nou ja, het is eigenlijk een soort van koekenpan. Maar ik wok wel mijn groenten, etc. erin. Nou, ik gebruik olijfolie, 2 à 3 eetlepels. Zodat ik genoeg olie heb om de tempeh te wokken en de groenten. Nou, de tempeh gaat er als eerste in, zoals je ziet. En daarna de platte selderij en de gesneden rode uitjes. Goed, terwijl mijn kookplaat op lage stand staat, ga ik rustig roerbakken. Belangrijk is dat de tempeh lekker goudbruin wordt en niet te hoog zetten. Niet je vuur of kookplaat te hoog zetten, want anders verbrand je je tempeh. Nou, het roerbakken kan ongeveer 5 minuten duren. Kan iets minder of iets meer. Goed, zodra de tempeh lekker goudbruin is geworden, doe ik de kruidjes erin. Nou, ik heb Himalaya-zout, ik heb paprika, ik heb curry masala, ik heb kurkuma, ik heb gember, knoflook, vegan bouillon en peper. Nou, dat gaat er ook allemaal in en dan rustig lekker roerbakken. Daarna de sperziebonen toevoegen met de tempeh. En de worteltjes of winterpeen. Daarna de trostomaat in kleine stukjes snijden en toevoegen.
Voor een heerlijke zoet-zoute smaak, Kikkoman sojasaus toevoegen. 1 à 2 eetlepels. En daarna voorzichtig roerbakken. Probeer alles lekker in balans te brengen met de tempeh en de kruiden. Ondertussen ga ik een heerlijke frisse rucola salade erbij maken. Is altijd wel lekker bij een heerlijke warme maaltijd. Nou, ingrediënten zijn rucola zoals je ziet. En halve komkommer. 1 rode ui. En een bosje selderij. Platte selderij. Heel eenvoudig, maar toch lekker. Goed, komkommer in hele dunne stukjes snijden. Uiteraard hoef je de sla niet erbij te maken. Ik doe het altijd wel erbij. Ik doe de platte selderij ook in hele kleine stukjes snijden. Heel belangrijk dat je de selderij goed vast voordat je het gaat consumeren natuurlijk. En daarna rode ui ook in kleine stukjes snijden. Heel erg simpel. En daarna toevoegen bij de sla. Goed, het volgende stap is rijstnoedels. Ik ga de rijstnoedels 2 à 3 minuten in kokend water dompelen. Hier staat 2 minuten. Ik doe altijd 3 minuten, zodat ik hem ietsje zachter heb. Heel simpel. Nou, het is anderhalf nestje per persoon. Dus ik doe ongeveer 3 nestjes erin. Dat is voldoende voor 2 personen. Goed, na 2 à 3 minuten gooi ik alles in het vergiet. Je mag de rijstnoedels met koud water spoelen, doe ik altijd. Om te voorkomen dat alles gaat plakken. En dan zijn de rijstnoedels klaar voor gebruik. De rijstnoedels doe ik in een schaal. En daarna voeg ik 1 à 2 eetlepels olijfolie extra vierge. En 1 à 2 eetlepels Kikkoman sojasaus. En een snufje Himalaya zout. Want ik vind het wel heel erg lekker als ik de rijstnoedels ook lekker ga kruiden. Goed, frisse salade is klaar. Rijstnoedels ook klaar. En natuurlijk tempeh met roerbak groenten. Ook heerlijk gaar. Het ruikt heel erg lekker. En goddelijk natuurlijk. Nou, het volgende natuurlijk wat ik ga doen is ik ga het beroeven. Voordat ik onze heerlijke avondeten ga serveren. Het ziet er prachtig uit en het nogmaals ruikt heel erg lekker. Goed, het is tijd om te proeven. Ik heb wat noedels in een klein schaaltje gedaan. En dan ga ik de heerlijke roerbakgroenten met tempeh, bonen, worteltjes en tomaatjes. En ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat smaken. Heerlijk. Heerlijk die rijstnoedels. Echt, de Kikkoman saus maakt het ook echt helemaal af. De Kikkoman sojasaus. En natuurlijk die heerlijke groenten ertussen. En de tempeh en de bonen. De bouillon die erin zit. Ja, dit is echt goddelijk lekker hoor. Goed, ik ga zo serveren voor avondeten. Ik hoop dat jullie deze video een hele leuke video hebben gevonden. Als dat zo is, geef dan een duimpje omhoog. Deel de video met vrienden, familie en kennissen natuurlijk. En ben je nog geen abonnee? Abonneer dan op veganlounge.nl en klik op het belletje natuurlijk. Want zodra ik weer een heerlijke gerecht voor jou heb gemaakt, dan krijg jij een notificatie en dan kun je weer genieten van mijn overheerlijke en gezonde vegan recepten, boordevol groentes, boordevol mineralen, vitamine, proteïnes, etc. Verder geef ik ook tips en tricks voor je gezondheid en af en toe een vlogje hier en daar.
en shoplogs natuurlijk. Nou, dan wens ik jullie een hele, hele fijne dag en tot de volgende keer. Dag!